Meneer Gila. Meneer Bordoni. Ik ben Tomaso Bordoni, ik ben 27 jaar. En ik ben samen met mijn twee medevenoten eigenaar van het kledingmerk Bordoni VP. Onlangs ben ik kostuums mogen gaan maken voor Jordan Belfort. Dat is The Wolf of Wall Street. Personage waar dat film The Wolf of Wall Street met Leonardo DiCaprio op gebaseerd is. Ik heb die eigenlijk gewoon een berichtje gestuurd op LinkedIn. Dan hebben we eventjes over en weer zitten mailen en dan heeft hij uiteindelijk gezegd van kijk, ik heb wel interesse in een paar kostuums en misschien ook een mogelijke samenwerking. Kom maar af. Dit is het kostuum van Jordan Belfort zelf. Hij heeft ons dan ook gevraagd om in zijn kraag te laten borduren The Wolf of Wall Street. Zij hadden een heel goed gevoel bij mij en zij hebben dan voorgesteld om een samenwerking te doen met onze zaak Bordoni VP. Dus we hebben nu eigenlijk een lijn gemaakt, Bordoni VP Jordan Belfort. En dat zijn kostuums dat wereldwijd besteld gaan kunnen worden. Mijn jeugdjaren hebben wel een beetje tegenslag gekend. Ik heb een klein 6 maand dat ik dakloos ben geweest. En dat heeft mij ook heel hard geleerd om te appreciëren en te koesteren wat ik nu heb. En dat geeft mij ook mijn drijfveer om te blijven gaan, om te blijven werken. Mijn ultieme goal, ik zou heel graag een kostuum maken voor Obama. Maar uiteraard, ja, ik wil vooral eerst in België Bordoni VP zo groot en zo bekend mogelijk krijgen zonder te moeten inboeten in de kwaliteit en in onze service dat wij nu aan het bieden zijn. En hoe zit het? Perfect. Goed. Tot steeds.